Hey, vandaag ga ik quesadillas maken met gegrilde courgette en ricotta. Nou, daarvoor heb je nodig natuurlijk wraps, de basis van de quesadilla. Courgette, die heb ik al even in plakjes gesneden met een mandoline. Ik heb hier een kruidenolie gemaakt van olijfolie met knoflook, oregano en peper en zout. Wat ricotta, de rasp van een citroen en wat verse munt. Ik ga eerst mijn courgettes grillen. En dat doe ik op mijn grill, dat kan ook eventueel in een grillpan. En daarvoor bestrijk ik ze even met de kruidenolie en dan leg ik ze een paar minuutjes op de grill. En deze laat ik even een paar minuutjes grillen. Een minuut of drie is echt voldoende. En in de tussentijd ga ik de ricotta even op smaak brengen. Ik doe er een beetje peper en zout bij. Citroenrasp bij. Zorg er wel voor dat je je citroen goed wast van tevoren en gebruik het liefst biologische citroenen, want die zijn onbespoten. Ongeveer de helft is voldoende. En dit meng ik even door elkaar. En ik snij ook alvast wat verse munt fijn. Dit komt uit eigen tuin en ruikt zo lekker. Courgette is mooi goudbruin, dus die haal ik uit de pan. Of uit de pan, uit de grill. Nu ga ik de quesadilla verder opbouwen. En ik bereid ze ook weer in mijn grillapparaat. Kan ook gewoon in de koekenpan, maar ja, deze is toch warm, dus dat is makkelijk. Ik bestrijk één tortilla met het ricotta mengsel. En daarover verdeel ik de plakjes van de gegrilde courgette. Hier strooi ik nog een beetje munt over. En dan pak ik een tweede tortilla en die gaat er bovenop. En deze die gaat dan nog even een paar minuutjes in de grill. Je kunt het dus ook op een koekenpan, in een koekenpan bakken. Dan moet je even om en om doen. Maar grill is makkelijker. Yes, hij is helemaal goudbruin. Dan haal ik hem eruit. Ah, het is heet. Zo. En deze snij ik dan eventjes in vieren, zoals het hoort. Dit zijn ze dan, de quesadillas. Lekker voor bij een lunch of op een feestje om uit te delen. Je kunt ze natuurlijk ook nog in kleinere partjes snijden. Ik moet natuurlijk wel even proeven hoe deze combinatie is. Heel lekker. Echt zomers met een beetje mint en citroen en die zachte ricotta en courgette. Perfect. Nou, als je deze video leuk vond, doe dan vooral je duimpje omhoog. En als je nog dingen hebt die je graag wilt zien of receptideeën, laat het vooral weten in de comments. Dan ga ik daarmee aan de slag en dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer. Doei!